Hoi, superleuk dat je kijkt naar de derde aflevering van On The Go. Deze serie is echt een beetje mijn kindje. Ik vind het zo leuk. Ik heb het bedacht en het is ook gewoon... Ja, het is echt mijn eigen serie. Ik ken niemand die dit ook doet. Dus ik ben super blij dat ik weer een nieuwe aflevering voor jullie heb. Hij is heel vaak aangevraagd. Wanneer komt het weer? On The Go kost gewoon best wel veel tijd om te filmen. Dus ik ben er het mee bezig geweest. En nu is er eindelijk weer eentje met supermarkt sushi. Superleuk. Ik hoop echt dat jullie er wat aan hebben, want ik heb heel erg veel sushi getest. En het was ook veel te veel voor één aflevering. Dus ik heb een deel 1 en een deel 2. Geen zorgen, deel 2 zal ik morgenochtend al online zetten. Dus je hoeft niet lang te wachten, maar anders werd het zo'n ontzettend lange video. Dus je gaat nu kijken naar een aantal supermarkten waarvan ik sushi heb getest. En morgen zie je dan de overige supermarkten. En morgen zal ik dan ook bij je terugkomen met een soort van eindoordeel. Maar eigenlijk vertel ik tijdens elke sushi test al heel erg wat ik ervan vind. En ik heb een beetje gelet op de rijst. Ik heb California's vooral getest. En California Urumakis en Sake Nigiri's. Dat vond ik heel belangrijk. Hoe is de zalm? En hoe is de avocado en de krab? Hoe is de rijst? En ik heb gewoon vooral gekeken. Vond ik het lekker? Hoe zag het eruit? Wat zat erbij? Ik heb alleen maar supermarkt sushi getest. Dus niet van een treinstation of iets. Puur van een supermarkt. En ja, ik hoop dat jullie het heel erg leuk gaan vinden. Dus zeker een duimpje omhoog. Daarmee support je mij heel erg. En ik wil natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen deze serie kunnen zien. Deze aflevering. Want ik denk dat heel veel mensen er wel wat aan zullen hebben. Ben je hier nieuw, vergeet niet te abonneren. Zodat je hopelijk elke maand een On The Go aflevering kunt zien op mijn kanaal. En dan gaan we nu snel beginnen. There's one thing that I love to eat. It's my special little Japanese treat. Hallo jongens, welkom bij de eerste On The Go sushi test. Ik zit even buiten, want het is al best wel laat. Dus misschien wat herrie. Ik kom naar thuis van een lange dag. En ik zag in de supermarkt... sushi. En toen dacht ik, perfect moment om mee te beginnen. Dat is best wel vaak aangevraagd. De eerste test is van de Albert Heijn. Ik dacht, zou ik het los doen of samen? Maar ik ga het gewoon samen doen. En dat houdt in dat ik de verse sushi test. Nou, wat er nu nog was, was de California. Ik weet dat heel veel mensen die lekker vinden, dus dan test ik die. Met zalm was er niet meer, maar ik ga dus deze testen. Dit is €5,90. Die vond ik nog best meevallen. En dit zijn dus 9 stukjes California sushi. Sorry dat het dus een beetje donker is. En dacht ik, nou dan test ik ook meteen de kant-en-klare sushi. Want daar gaat het natuurlijk eigenlijk om bij... het andere is natuurlijk eigenlijk net zo lekker als bijvoorbeeld bezorgd sushi. En net ook nog eens korting, dus dat vond ik wel chill. En ik ben dus best wel kritisch met sushi. En ik zou zelf nooit eigenlijk dit soort sushi halen. Ik was het ook bij de Lidl. Daar hadden ze nog één soort sushi, die zag er zo vies uit. Dus ik hoop dat als ik die ga testen, dat ze ook lekkerder hebben. Maar deze zag er best lekker uit. Even kijken, we hebben een zakje wasabi. Een zakje gember. Een sojasausje. Van die schattige stokjes. Ik vind de nigiri er dus echt lekker uitzien. En het andere is ook een California. En die avocado is wel al een beetje bruin. Ik vind het, het is misschien verwend. Ik weet dat niet iedereen natuurlijk duurdere sushi koopt. Dus ja, het is meer wat je er allemaal uitgeven. Ik moet wel zeggen, de zalm stinkt niet. Dus dat vind ik wel echt bijzonder. Ik ben benieuwd hoe vers het is. En de rijst, hij is nu al 3/4 uit de koelkast denk ik. Je moet hem echt nooit direct eten, maar er zit super veel rijst. Laten we beginnen met de goedkope variant. Deze kost €5,99. En ik had nu dus een kortingsticker, dus ik heb er iets meer voor iets van €4 voor betaald. Heel chill. Nou, laten we ook gewoon met deze stokjes gaan eten. Wow. Super grappig. Oké, wel leuk. Het is niet echt veel sojasaus. Ja, het is best wel weinig. Gember. Wat is dit? Oh, dit zijn stukjes gember. Ik zal het zo even laten zien hoor. Hele rare wasabi ook. Dus zo ziet het eruit. Ja, ik hou echt niet van bruine avocado. Wat een dikke nigiri's. Ik ben zo benieuwd. Ik hou dus niet heel erg van kleefrijst, maar in principe hoort het wel bij sushi. Het voelt echt als een hele harde, dikke brok. En ik ga echt veel meer sojasaus nodig hebben hiervoor. Dus er kan niet heel veel mis zijn met een nigiri. Oké. Dit is echt best lekker. Ik zweer het. Ik vind serieus het probleem iets meer bij de rijst liggen dan bij de vis qua versheid. Dat is sowieso een hele dikke brok rijst. Dat hoeft van mij niet. Ik hoef dat het niet net gemaakt is, maar ik vind deze oprecht lekker. Dit is ook gewoon mijn favorite sushi. Kijk, je hebt geen avocado die bruin wordt. De sojasaus is wel echt veel te weinig. Dus als je on the go zou gaan... Kijk, bij die ander kun je er sojasaus bij kopen.
Kun je mij misschien de sojasaus aangeven? Ik had een hele harde graat, jongens. Dat vind ik wel heel erg tegenvallen. Ja hoor. Zo'n graat vind ik ook jammer, dat zou je normaal bij sushi nooit hebben. Best lekker, toch? Smakeloos. Vind je smakeloos? Ik vind de rijst smakeloos en de zalm is ook wel echt smakeloos. Ik vind de zalm echt wel oké. Wil je die andere ook proeven? Die lijkt me... Ik eet dit echt puur voor de video. Ik vind dit nu al niet lekker. Nou. Nee. Ik was hier niet blij van. Maar boter. Het is wel gewoon... Als je niet in wilt dat het sushi is, is het wel lekker. Dat vind je verwacht. Ik vind het echt meevallen. Voor vind je die andere minder lekker? Ik heb een kant-klaar sushi van de leden wat geproefd. Ja, ik vind het ook zeker meevallen. Dit is echt, die valt echt mee, hoor. Ja, het valt zeker mee. Ik heb nu al bijna dat dit de lekkerste gaat zijn. Maar ik heb hem niet geprest geproefd. Vond je... Ik vond die nigiri veel lekkerder. Jij niet? Nou, nu deze. Mijn hoofd staat niet eens op. Oké, ja, dit is chill. Nu krijg je dus een zakje sojasaus bij. En je kunt dus ook een bakje pakken. Dus die gaan we gebruiken. En je mag eigenlijk zoveel gemmen pakken als je wilt. Tenminste, dat mag niet, maar die is in ieder geval gratis. En wasabi ook. En als je dan meer sojasaus wilt, moet je ervoor betalen. En dit is dus wel gewoon vandaag vers gemaakt. Dus natuurlijk is dit lekkerder. Maar ik ben alsnog wel benieuwd, want ik ga ook die van de Jumbo bijvoorbeeld proberen. Trouwens, wat zit dit in een leuke bak? Heb je dat gezien? Oké, okay, proef wel even de gember. Die andere gember was echt raar. Niet zo lekker. Oh, je vies. Nee, maar nu snap ik wel dat mensen het zeepsop noemen. Oké. Okay. Oh, deze valt ook wel uit elkaar. Wow, hij valt helemaal uit elkaar. Dat vind ik echt heel jammer. Ik ben veel lekkerder. Lekker zacht, weet je. Gewoon die rijst is gewoon lekkerder. De rijst is bij dat gewoon niet lekker. Maar dat plakje zalm net vond ik echt goed. Even goed nog een keer proeven. Ja, dat is natuurlijk veel beter. Ja. Dit is gewoon lekker, hè? Ja. 6 euro. Valt mee voor deze. Het is geen zalm, hè? Die met zalm is volgens mij maar een euro duurder. Maar volgens mij is het wel de goedkoopste die je echt hebt. Dat ook met ui en zo. Dat is wel echt goed. Goed, hè? Dit is gewoon echt afhaal. Ja, dit is wel gewoon afhaalkwaliteit. Ja. Niet supermarkt. Nee. Maar ook niet goed voor een supermarkt. Het is echt afhaal. Ja. Ook in zo'n bak. Oké, nou jongens, ik moet voor Ruben ook nog een nigiris, maar die heb ik nu niet. Dus dat plak ik dan wel hier achteraan. Maar dit is gewoon heel lekker. Wow. Voor de grap moet je nu eens deze nemen. Ja, heel vies. Niet maar. Vies, hè? Mayonaise. Boter. Nee, volle Saanse mayonaise. Kijk, gewoon lekker dunne rijst. Sojasaus ook lekker. Sorry, maar niemand wil dit, hoor. Dat wil je gewoon niet. Het is nu al 3 kwartier uit de koelkast. Het is nog steeds ijskoud en echt een bevroren bronk. Komen die ook uit de vriezer, denk je? Nee, die mag er niet zo met de vriezer. Nou, nog 1 keer deze nu proeven. Even benieuwd. Het hangt een vies taartje. Ik vind het wel een leuke test op zich. Ik vind het zoveel rijst. Het vult wel. Ik vind hem echt lekker. Jij bent echt een fijn proef, dus jij staat wel in. Ja. Ik keur gewoon de zalm, hè. Deze zalm is echt lekker, maar ik zag het al in de winkel. Je kunt het zien. De rijst is gewoon niet oké. Maar rijst is net... Kijk, als je afhaalrijst hebt bij een Thai of zo, dus rijst ook de dag erna hard. Oké, dat was hem, jongens. Ja, toch wel minder lekker. Ik had liever geëindigd met die ander. Doei. It's so delicious and healthy too. I just can't wait to eat it with you. Hallo jongens, ik kom nu net thuis van mijn werk en ik ga de Lidl sushi proberen. Ik heb hem 2 dagen geleden gekocht voor €2,90 als het goed is. En ik heb echt serieus geen zin om deze sushi te eten, want ik vind het er gewoon niet lekker uitzien. Er waren 2 boxen. Eentje was met alleen maar dit soort sushi's. En deze, want ik wilde sowieso California en zalm nigiri dus testen. En ik weet niet of er stokjes bij zitten. Ja, ik vind het er echt niet lekker uitzien. Hij is nu weer net zo lang uit de koelkast ongeveer als die vorige. Want als het net uit de koelkast komt, is het sowieso niet lekker. Het ziet er gewoon niet lekker uit. Sorry als je iemand bent die dit dus helemaal lekker vindt. En iets heeft van, ja, niet iedereen kan het betalen om duurder te kopen of zo. Maar het is gewoon een afweging die je maakt, denk ik. Maar ik vind het er gewoon... Ik heb het nog niet eens geproefd en ik ben nu al aan het zeuren. Maar ik vind het er gewoon niet uitzien als... Dit is voor mij gewoon geen sushi.
Kijk, er zitten dus geen stokjes bij, dus dat is een probleem als je on the go bent. Ik heb thuis stokjes liggen. Maar, sorry, maar die komkommer, die is helemaal ingedroogd. Ik wil dat gewoon niet eten. Ja, ik vind dat gewoon echt vies, sorry. Oh, hier is wel dan een vakje waar je je sausje kan maken. Dat vind ik wel echt heel handig. Wasabi lijkt op de vogelpoep van een pakiet. Wel lekker. Gember. Oh, dat visje kan je niet knijpen, niet echt. Dat is een beetje onhandig. Bobby niet doen. En die komkommer, die staat me echt een beetje tegen. Een beetje gekke sojasaus, maar ik vind hem op zich wel lekker. Dus even kijken nog wat de datum is in verband met die vorige. Die van Albert Heijn was natuurlijk niet zo heel erg lang meer houdbaar in principe. En deze, de 8e, het is nu de 7e. Oh, dat is ook best wel tricky. Ik vraag me wel af, als je het bij de supermarkt koopt, dan moet het gewoon zo zijn dat je er niet ziek van kan worden ofzo. Die hebben goede hygiëneregels, maar ik wil, het is helemaal waterig ook van onder. Ik wil dit gewoon niet eten. Nou ja, zo ziet de nigiri eruit. Nou, sorry hoor. Ik weet niet of dit wel echt een vis is. Is dit wel vis? Ja, ik heb het nog niet geproefd, maar je ziet het gewoon. Dit is gewoon niet goed. Oh. Dit is gewoon hard. Kijk dit nou. Het stinkt ook. Nou, ik probeer eerst even los te rijzen, want ik durf het gewoon niet. Ik vind het te erg kleefrijst, maar hij is, hey Bobby, hij is minder hard dan die van Albert Heijn. Die sojasaus is een beetje zuur, dus dat die rijst. Sojasaus is geen normale, maakt een beetje naar ketchup. Ik ga zo die komkommer ga ik uit de Californië halen, want ik ga dat niet eten. Ook kan er met groenten niet heel veel mis zijn. Dit vind ik gewoon echt vies. Zo'n komkommer. Eww. Uitgespuugd, sorry. Ik ga dit niet eten. Ik ga die zalm ook niet eten. Nou, de gember. Ja. Misschien denk je nu dat ik me aanstaan. Ik wil echt alles proeven voor jullie. Maar dit is... Is dit gerookt of zo? Ik weet niet wat dit is. Dit is geen zalm. Sorry jongens, ik ga het niet eten. 0% beveel ik deze sushi aan. Koop dan maar bij de Lidl gewoon een croissantje of zo. Of een broodje. Of haal een pak gerookte zalm, want de zalm is daar heerlijk. Ik ga dit weggooien. Ik vind het gewoon echt vies. Ja, ik moet 7 uur misschien nog. Ja, niks mis mee of zo. En zo vies als... Ik weet niet. Ik vind het gewoon heel goor. Dit was mijn review. I love sushi, yes I do. Tempura edamame, sashimi too. Hallo, het is nu een andere dag, maar ik had weer eventjes sushi bij Albert Heijn gehad. Dus toen dacht ik, laat ik die dan ook nog even voor jullie testen. Waarschijnlijk wordt dit een mega lange video. Ik heb nog steeds geen tijd gehad om naar een andere supermarkt te gaan, maar ik heb nu deze. Dus ik vond het wel leuk om die dan ook eventjes te testen. Deze is best wel duur. Nou ja, deze is €11,50. Ik vind het wel chill om deze ook nog te testen, aangezien je sushi daily echt... best wel op heel erg veel plekken ook hebt. En het ja, toch wel supermarkt sushi is. Het ziet er lekker uit, ik ben benieuwd. Ook wel, het wisselt. De ene keer vind ik altijd dat het daar meer zalm in zit dan de andere keer. Oh, ik heb zoveel zin. Het is gewoon prima, maar het is niet heel lekker. De zalm is een beetje taai. Het smaakt niet naar sushi zalm. Het smaakt meer naar... Ja, vroeger maakte ik zelf wel sushi met zalm uit de supermarkt. En daar is... Wow, dit is wel heel veel rijst zeg. Jeetje. Dat is een beetje te veel... Ik moest een beetje te veel kauwen. Maar er zit ook heel veel wit. Dus heel veel vet. Hier ook. Het ligt gewoon misschien net aan de zalm. Maar... Ja, in een restaurant zou je denk ik niet zulke zalm krijgen. Van die...
Volgens mij is het, ja, als je vaker sushi eet, weet je wat ik bedoel. Hele grove zalm of zo. Niet die zalm die je bij wijze van spreken met je tong al doormidden kan bijten. Je moet echt kauwen. Bijna alsof ik er groenten heen bijt of zo. Zalm is gewoon niet overal lekker. Ik vond zeg maar de zalm van de verse, dus niet dagverse, maar de verse uit koeling, vond ik makkelijker door te bijten, zachter van smaak. Zachter van structuur. Dus dat was mijn sushi-keuring. Hopelijk tot bij de volgende. Oh, je ruikt de zalm echt totaal niet. Ik rook net even, je ruikt echt niks. Het is gewoon alleen dat... Nou, het is gewoon even wennen. Dat je echt aan het kauwen bent op iets hards. Goed, oké. Okay. Ik weet even niet meer wat ik vorige keer nou over de rijst zei. Maar de rijst is echt top. Want hij is niet te kleverig, niet te droog. Het kleeft aan elkaar, het valt niet uit elkaar. Maar het is niet zo'n kleverige bal. Dus, ja. We're gonna try this thing called all you can eat. But that's not a challenge that you have to beat. Oké, hallo allemaal. Vandaag gaan we de Aldi sushi testen. Ik ben weer gewoon thuis, maar dat vind ik fijn, want dan kan ik gewoon rustig filmen. Ik heb 2 setjes gekocht en ik had een keer gelezen dat Aldi sushi best wel goed uit de test kwam. Ja, na die laatste Lidl sushi denk ik, oh, het ziet er best wel hetzelfde uit als de Lidl sushi. Het kostte €2,89 per box en ik heb er 2 gekocht, want ik wilde weer en de Zalm Nigiri testen en de California. Dus dit is de eerste box die ik heb gekocht. Koelvers, de Sunaku sushi box. Nou, het is sowieso echt een budgetprijs. En er staat ook... Consumeren binnen 1 dag na aankoop, maar nooit later dan de vermelde datum. Nou, ik heb hem gekocht op de 23e. Het is nu de 24e en hij is helpbaar tot de 25e. Dus dat is nog prima. Maar ze zeggen dus ook dat je hem echt na 1 dag moet consumeren. Ik ben echt weer heel erg zenuwachtig. Even ruiken. Er zit zo'n gore geur aan. Niet van de zalm, maar meer van een verpakking of zo. Oh, dit ruikt echt naar rotte vis. Ja, sorry jongens. Ik moet zeggen, ik test dit echt voor jullie. Want mijn sushi hart gaat hier niet sneller van kloppen. Het stinkt zo ongelooflijk vies. Ruben komt zo open, die komt ook mee proeven. En ik zou dit zelf dus nooit kopen, maar ik wil het wel een kans geven. Dit is de California style sushi box. Dit is de California style box. Nou, het valt nog mee hoe dik de rijst is. Het is wel vierkant. Wat wel heel leuk is, is dat je dus echt... er zitten geen stokjes bij, dus dan moet je het met je handen roeren en eten. Maar dat er dus wel een vakje zit, hier kun je in principe de sojasaus in maken. Met de wasabi. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik doe even 2 sojasausjes gewoon nu erin. Want ik wil wel echt veel sojasaus hierbij. En de wasabi. Ruikt echt heel chill. Het is dus meer een soort pasta met wasabi. Oké, je moet me helpen. Wil je even ruiken? Wat jij van de geur vindt? Welke? Al gewoon het hele bakje. Vis hoort niet te stinken. Maar god, wie doet dat tonijnsalade in sushi? Begin je met tonijnsalade? Die eet ik niet. Maar dan eet jij die met zalm? Ja. Ik wil even aan ze laten zien hoe dat er dus uitziet. Ja, ik lijk zo'n zeikerd namelijk. Maar ik word wel heel dik. Jeetje, ze zijn al minstens een uur eruit en zijn ijskoud. Kijk die komkommer en die zalm. Kan het gewoon niet. Ik word gewoon al misselijk. Het is zo erg, maar het gaat wel om rauwe vis, weet je. Dat moet gaat uit elkaar. Pas niet eens in een bakje. Nee. Er zijn heel veel mensen die dit gewoon heel lekker vinden. Is het vies? Oh, hij kijkt alsof hij moet spugen. Gerookt. Wat? Oh, maar is hij erg? Nee. Hij gaat het nu uit, kos. Ik zal even nadenken hoe die kijk. Hij keek zo. Oh, Ruben! Wij lijken nu heel verwend, maar geloof me, Ruud, ik ben heel kritisch, Ruud helemaal niet. Ja, maar ik weet niet of het zo slecht is, gewoon een enorm bot bedrijf. Maar is het echt gerookte zalm? Ja. Oh, het is 100% gerookte zalm. Ik kan niet tegen gerookte zalm in mijn sushi. Maar het is veel te veel rijst ook. Zalmbereiding, gegrilde zalm. Of mayonaise. Het is groot. Oh, maar dan kan je er dus niet ziek van worden. Nee, dat niet. Dan vind ik het niet erg als ik er niet ziek van kan worden. En deze? Ik haat gerookte zalm. Gekookte zalm. Oké, nou, het is nu gewoon tijd. Ja, moet ik die nu ook eten dan? Ja, jij hebt gewoon van gerookte zalm. Ik haat gerookte zalm. Er moet echt super veel sojasaus op. Nee, het is echt helemaal vol juist. Ja, lekker toch? Ik wil niet.
uit, echt om te janken. Het is zo vies! Dat hier zalm voor gestorven is. Rotte grote zalm. Ja, dat hier zalm voor gestorven is, vind ik heel erg. Als je zeg maar bij zo'n vieze vis in de supermarkt in Frankrijk vis ruikt, die vieze rotte geur. Oh. Maar die rijst is de vieste rijst die ik ooit heb gegeten. Ja, maar... Dit lijkt op van die rijstballen van de toko, van die hele... Dit is zo steriel en doorgekookt dat je moet... Maar we moeten nu denken vanuit mensen die echt weinig willen besteden. Dan moet je geen sushi halen als je niks besteedt. Nee, haal gewoon een croissantje. Nee, haal gewoon vet veel pakken spaghetti en dan kan je een week eten voor 5 euro. Dit kost 2,90, maar het is echt geen 2,90 niet waard. 2,90, hiervoor past hier. Nou, dit is surimi met een soort ingedroogd komkommertje. Ja, dat lijkt me ook wel prima, denk ik. Dat is nog de meest gangbare. Toch? Ja, die wil ik ook nog wel proeven. Ik ga gewoon... Die kutmadras hoef ik ook echt niet, hè? Het is zo klein, toch? Ja, natuurlijk, het is gewoon een blok... blokpoep. Oh. Oh, godverdomme. Ook heel moeilijk om het uit te spugen. En die is niet heel goor, maar die heb je het op? Het is wel te doen, maar die rijst kan je eigenlijk gewoon niet weg. Ik krijg dat gewoon niet weg. Heel vies. Maar die is niet goor, zeg maar. Ja, ja maar de inhoud. Ja, ik kan gewoon eerlijk zijn. Dit is gewoon echt... Heel vies. Ik koop dit gewoon niet. Maar het komt best uit de test. Ja. Nou, het is die rijst. Ik ga maar... Ik wil dit niet eens proeven, Ru. Dit eet je gewoon niet. Dit eet normaal mensen niet. Hoe kan een komkommer zo verdroogd zijn? Dat ziet er na 2 dagen niet zo uit. Ik ga de nigiri niet proeven. Jij wel? Hij zit er... Nee, ik ga het niet eens doen. Hier word je dood en doodziek van. Dit is echt... Hier rijdt, ik hoef er ook helemaal niks meer van. Als nee, gewoon, Ja, laat het in de prullenbak schuiven. Dit wil ik gewoon niet. Ik eet wel de gember. Jij? Ja. Sorry, ja. Ik heb bijvoorbeeld nog even die... Nee. Nee, ik ga het gewoon niet eten. Dit is zo vies. Ik weet niet welke ik erger vind, de Lidl of de Aldi. Ik weet het niet, maar dit is echt heel erg. Dit is gewoon heel erg. Kan gewoon niet. Nou, dat was onze review van de Aldi. Doei. So take your time and let the food digest. Don't overorder as the menu suggests. Dan waren dat de eerste sushiboxen die ik heb getest. Ik ben benieuwd wat je ervan vond. Laat zeker een reactie achter in de comments of jij ook al eens wat hebt getest of waar je benieuwd naar bent geworden. En natuurlijk ook vast je ideetjes voor een volgende on the go. Dan hoop ik dat ik jullie zie bij deel 2 en daar zal ik ook mijn eindoordeel geven. Vergeet deze video dus geen like te geven en dan zie ik je hopelijk bij deel 2. Doei! I love sushi, yes I do. Miso soup, gyoza, and tofu too.